Petra Stine heeft meer dan 10 jaar als mensenrechtendiplomate in Arabische landen gewerkt, zoals Syrië en Egypte. Ze presenteerde afgelopen week haar boek Dromen van een Arabische Lente, waarin ze de Arabische wereld van binnenuit beschrijft. Farah Karimi nam het eerste exemplaar in ontvangst op de drukbezochte presentatie in Den Haag. Ik had het gevoel dat de extreme beelden die we kennen over de Arabische wereld, aan de ene kant terrorisme, vrouwenonderdrukking, armoede, en de andere kant thuis in één nacht en romantisch en toeristische orde. Ik dacht, dat klopt niet. Ik wilde een beeld neerschetsen van binnenuit. Ja, ook van, als professional, hè, zoals professionele diplomaat. Dacht, dit moet nu een keertje opgeschreven worden. Wat ik het interessantste vind aan het boek, is, het komt heel toevallig net na Fitna uit. En wat dit boek heel erg doet, is het tegenovergestelde van Fitna. Fitna probeert van een politiek probleem een religieus probleem te maken. En zet daarmee alle gelovige mensen in één hoek. En wat Petra laat zien, is dat in de Arabische wereld, waar mensen toevallig overwegend moslim zijn, er gigantisch veel politieke problemen zijn. En daar moet het over gaan. En als we die discussie aangaan met dat soort landen, moeten we helemaal niet de hele islam erbij halen. Maar moet het gaan over mensenrechten en over vrouwenrechten en over geen corruptie bij de politie en over toegankelijke rechtsmacht. Het zijn politieke zaken. En als dat boek ertoe bijdraagt, dit boek ertoe bijdraagt, om hier een politieke discussie van te maken, dan heeft het al ongelooflijk veel bereikt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat een Westerse vrouw, een diplomate, het is ook uniek, voor het eerst dat een Westerse vrouw op deze manier over Arabische landen schrijft. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik heb wel met Petra een beetje erover gehad. En Dromen van een Arabische Lente is inderdaad niet vooroordeel bevestigend, praten over liefde, maar ook een soort van boodschap over te brengen hoe belangrijk mensenrechten zijn. Wat verder van belang is dat zij gelooft, en ik geloof daar ook heilig in, is dat islam en vrede verenigbaar is. Het kan samengaan en dat bewijst zij. Alleen moeten we daar keihard voor werken. Hoe groot is de kloof tussen wat hier politiek kennis is en het menselijke niveau wat in de landen zelf afspeelt? Wat weten zij ervan? De politiek hier in Nederland bedoel je? Nou, ik denk dat zij de handicap hebben dat ze heel snel resultaat moeten boeken voor hun stemmers. En dat het is dit jaar, 40 jaar geleden, dat de Praagse Lente plaatsvond. En hoe lang heeft het geduurd voordat de muur viel? Hoe lang heeft het geduurd voordat het communisme niet meer als een ideaal of ideologie werd gezien die mensen iets bracht? Dus ja, politici hebben vooral weinig geduld om zich echt te verdiepen. En dat begrijp ik aan de ene kant wel. En daarom heb je ook diplomaten nodig die wat meer lange termijnvisie hebben. En dames en heren, het grappige is, en dat heeft ook, denk ik, daarmee te maken dat dat dan inderdaad Petra dat boek heeft geschreven. Je leest gewoon in een scherpe politieke analyse en ergens dan beland je over in discussie over seksualiteit. En zien we ook nu natuurlijk in Nederland aan de discussies die over islamitische landen en Arabische landen gaande zijn, dat er in één overheersende beeld is geweld en terreur en fanatisme. En dat er daarin nuances zijn, dat er gewoon mensen zijn met dromen, met idealen, met gewoon dagelijkse problemen. Nou, dat komt dus niet naar voren. En dit boek geeft een heel werkelijke beeld van de situatie. Wat staat er voor jou op het, nog een boek op het programma? Nou, eerst genieten van de mogelijkheden die dit boek mij biedt om met mensen in gesprek te gaan. Ik hoop ook echt dat ik het land inga. Dus misschien kom ik meneer Wilders nog een keer tegen. Kunnen we in het Limburgs over moslim praten? Dat lijkt me leuk, want ik kom uit Limburg. Wie weet, over een jaar of twee duurt even zo'n boek. Maar ik heb de smaak wel te pakken.